bloemetje voor jou, voor deze dag van de leerkracht. Voor mijn lieve juf Maud. Nou kind, wat geweldig. Wat ontzettend, ontzettend lief. Petra van der Gulik uit Waarland hoefde niet lang na te denken toen zij onze oproep zag over lievelingsleerkrachten. Nou, dat is juf Maud Poland. Ze geeft hier al ruim 40 jaar les op de Sint-Jan. Aan mij, maar ook nu aan mijn kinderen hier op school. En ze is een heel betrokken juf, heel geduldig, lief. Ze komt naar voetbalwedstrijden van kinderen kijken in het weekend. Naar de handbalwedstrijden, als er hier iets georganiseerd wordt qua evenementen in Waarland, komt daar ook vaak juf Maud al even voorbij waaien. Dus nou, hele leuke juf, dik verdiend, dit bloemetje. In alle vroegte verzamelden woensdag leerlingen en ouders zich om groep 8 uit te zwaaien voor hun schoolkamp. Perfect alibi om juf Maud even voor de camera te krijgen. We gaan op kamp naar de broekhakkers in Egmond, Egmond binnen. En jullie gaan op de fiets, begreep ik. Dat is nog een aardig ritje. Ja, we gaan op de fiets en dat is inderdaad een aardig ritje. Het is vandaag niet alleen de dag dat jullie op kamp gaan. Het is ook de dag van de leraar. Wist je dat? Nee, geen moment. Nee, geen moment aan gedacht. Hoe lang ben je al leraar? 42 jaar. En al 42 jaar bij de Sint-Jan in Waarland of ook nog op andere scholen? Nee, ik heb de eer om 42 jaar hier in Waarland te mogen werken. Wat maakt de Sint-Janschool de leukste school om te werken? Ja, omdat het gewoon de leukste school is. De mensen zijn heel fijn, ze zijn van hetzelfde hout gesneden als waar ik zelf van gesneden ben. Dus kijk maar, hier hou ik van. En dit kom ik ook tegen in Waarland. En dan voel je elkaar aan en dan is het goed. En dan is het tijd voor de verrassing van Petra. Het bloemetje voor jou, voor deze dag van de leerkracht. Voor mijn lieve juf Maud. Nou kind, wat geweldig. Wat ontzettend, ontzettend lief. Zo'n lieve juf altijd op school. Dus de oproep van Jordi was, welke juf nomineer jij voor de dag van de leerkracht? Nou, ik denk, dat is Maud. Oh meid. Maar niet anders. Nou altijd, zeg. Altijd betrokken, lief. Nou ja, superleuk. Emotioneel wrak, dus enigszins. Wat onwijs lief. Nou, ik heb er geen woorden voor. De bloemen gaan niet mee op kamp. We hebben al... heel veel mensen, ook in Waarland, al helaas naar het kerkhof moeten brengen. En ik denk dat het heel mooi is om daar de attentie heen te brengen. Dus legt Petra de bloemen op verzoek van Maud bij het graf van een oud-leerling.